Ik weet niet waarom ik dit in mijn eentje doe. Ik ben heel bang. 3 appen weggegooid. Eww. Oh my god. Hallo, hallo. Superleuk dat jullie weer zijn bij een nieuwe video. Ik vandaag een video die ik echt eigenlijk al super lang wil maken. Nooit heb gedaan. Veel verwijzen komen. Waarschijnlijk weet je al wat jullie hebben aan de titel kunnen zien. Maar ik heb een video waarin ik een mukbang ga houden. Ik heb een andere soort mukbang. Ik heb namelijk besteld, of ik ga bestellen bij het best gescoorde thuisbezorgde restaurant en het slechtste thuisbezorgde restaurant. Dus, oh my god, ik voel me dat. Laten we naar het thuisbezorg gaan. En gaan bestellen en gaan kijken wat er vandaag op het menu staat. Ik ben ontzettend benieuwd. Oké, thuisbezorgd. Oké, laten we dus gaan kijken op reviews. Degene die bovenaan staat is de Thai Mahal aan de Rijn. 4,8 met 1000 reviews. India's curry 100% halal. 30 tot 45 minuten, 2, nou, minimaal. Nou, helemaal prima. Oké, dus dit wordt onze best bezorgd. Ik bestel niet vaak dit soort. Ik heb hier überhaupt nog nooit besteld. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. En dan de slechtste is Mano Bos met 3,3 sterren. Maar ik zie wel dat het maar 170 reviews heeft. Die andere had echt 1100. Maar goed, we gaan het alsnog doen. Mano Bos is volgens mij best wel lekker. Daar heb ik dus wel een keer besteld. Of niet? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Ja, dan gaan we hier ook bestellen. Ik weet niet waarom ik dit in mijn eentje doe. Want ik ga Kaolo wil eten bestellen. Oh my god, ja, ik weet wat ik wil. Butter chicken. Natuurlijk. Dit is echt niet normaal. Oké, ja, ik ga dit eigenlijk gewoon meteen erin doen. Want ik weet gewoon wat ik wil. Butterna, knoflooknaam. Ik heb honger. Dus het komt eigenlijk super goed uit. Oké, dan moeten we nog 8 euro. Laten we naar het vorige rechtje gaan. Samosa lekker. Lamsgerechten. Nee, ik ga niet een lamskip. Vegetarisch, nee, dat ga ik allemaal niet doen. Kipgerecht, ja, heb ik butter chicken. Oh, butter chicken is zo lekker. Met naanbrood. Ja, ik ga wel naanbrood doen, want ik heb bij sushi natuurlijk ook, of bij de poke bowl, ook al rijst. Oké, voorgerechten. Laten we gewoon lekker de chicken samosa doen. Groentemelange, uien, kip gehakt en deeg, 2 stuks. Ik hoop echt dat dit lekker is, want als dit lekker is, dan ga ik er gewoon lekker vaker bestellen. Waarschijnlijk is het echt super veel. Oh, gefrituurde Indiase kaas. Gaan we in de mild gekregen. Kikkererwten. Ja, ik ben van de kaas. Dit gaan we ook doen. Hebben we dan al genoeg? Ja, we hebben dan al genoeg. Oké, nou, dan ga ik deze in ieder geval als eerst bestellen. Oké, dan het slechtst beoordeeld. Ik ga even bij beoordelingen kijken. Ik kreeg granaten plaats van gekant kip. Vind ik niet lekker. Toen ik erover terugbelde, zat de medewerker te lachen. Anderhalve moeten wachten op de bestelling. Die niet de rijst bevatte die ik had gekozen. Daarna was gewoon niet te eten. Ik weet niet wat ze met hun producten doen, maar echt goorse pokeball ooit. Met 3 appen weggegooid. Droge rijst. Tip als je large pokeball bestelt, dan krijg je medium portie. Dus spaargeld en bestel medium. Extra toppings helaas niet geleverd, maar wel betaald en niet goedkoop. Zorgtijd duurde enorm lang. Avocado was niet rijp, dus hard. Oké, nou. Weet je, ik ben heel bang. En ik wil hier eigenlijk dus geen zalm bestellen. Want als het dus niet goed is, dan zit je daar weer mee. Dus ik ga gewoon lekker mijn eigen pokeball samenstellen. En we gaan gewoon lekker veilig voor kip. Ik heb zin in gefrituurde kip. Want ik zie dus dat ze geen gefrituurde garnaal hebben. Dat is mijn fave. Wat gaan we doen? Ik ga denk ik een brown rice en salad mix doen. Dat vind ik heel lekker. Nee, misingrediënten niet. Hoofdingrediënt dus kokante kip. Ja, heel lekker. Komkommer. Boontjes, wortel, waar is de avocado hier? Saus, poke teriyaki, lekker, paprikake, nori, kokosui, eigenlijk ook wel chili mayo. Oké, dan moeten we nog 90 cent. Hebben ze hier misschien een toetje? Ze hebben mochis! Coconut, my fave, ja, dit gaan we doen. Oh my god, nou, hier hebben we genoeg. Dit gaan we bestellen. Ik ben heel benieuwd of het op tijd komt. Of niet? Want als het dus niet op de tijd komt, hebben we een probleem. Ah, daar zijn we weer. Het is echt heel netjes gegaan. De Mano's, de slechts bezorgd, was er nog eerder. Die was er precies om 4:15. Het is nu 6 uur en het werd echt net bezorgd. Ik ben heel erg benieuwd en ik heb heel veel honger. Dus dit wordt leuk.
Dit is best bezorgd, dit is slechts bezorgd. Oh ja, dit ben ik jullie helemaal vergeten te melden. Ik werd gebeld door Mano's. Dit is echt wel min 1 punt. Ja, de gekookte kip is op. Oh, wat hebben jullie wel? We hebben zalm, tonijn en garnaal. Ik zeg frituurde garnaal. Nee, gewoon normale koude garnaal. Ik zeg, oh, doe dan maar zalm. Als ik ziek word. En waar gaan we mee beginnen? Laten we het allebei eerst gaan even openen. Oké, we gaan beginnen met de slechts. Oh, die mochi. Ja, daar kan je denk ik al dus gewoon niks fout aan doen. Coconut mochi. Mochi of mochi, ik weet het niet. Dit ga ik even bewaren in de koelkast. De pokeball ziet er best wel goed uit, moet ik eerlijk zeggen. Eerlijk? Ziet er prima uit. Sojasaus heb ik erbij. Oh, ik heb de chili mayo erbij. Nou, bestek, stokjes, nou. Het hoeft dus niet veel te zeggen tot nu toe. Misschien is het wel niet tevreden. Oké, dan gaan we nu deze uitpakken. Hier ben ik echt heel benieuwd naar. Wat hebben we hier als eerste? Oh, dit zijn de samosa's. Het zijn er 2. Ze zijn echt ziek groot. Ik vind dit zo leuk. Dit is echt een soort surprise dinner eigenlijk. Het ziet er zo lekker uit. Oh my god. Dit is de butter chicken. Er zitten sausjes bij. Dit is die kaas. Oh my god. Wat is dit dan? Oh, dit is het naambrood, denk ik. Dit ruikt goed. Oh ja, hier ben ik wel echt veel meer excited voor. Woehoe. Dit is dus dat andere voorgerecht. Het ruikt een beetje naar curry. Maar ik heb het gevoel dat alles uit India's keuken een beetje naar curry ruikt. Wat ik overigens heel lekker vind. Oh my god, dit ruikt zo lekker allemaal. Zo lekker. Garlic naan. Oké, ik vind deze nu echt 2-0 hebben, want dit ruikt en ziet er allemaal zo lekker uit en het is zo kaal en zo. Ook al is een pokeball even een pokeball. I know. Oké, laten we beginnen met een voorgerecht. Ik wil dit heel graag proberen. Dit is een soort halloumi. Lekker gekruid. Heel lekker. Hier ben ik in ieder geval heel blij mee. Oh. Die saus altijd van zo'n butter chicken. Oh. Dit is lekker. Oké. Sorry, maar dit krijgt voor mij 5 sterren nu. Oh my god, dit is een topper. Eigenlijk had ik met slechts moeten beginnen, want er moet eigenlijk helemaal niks. Er moet helemaal niks. Waar is dit sausje voor dan? Een soort knoflook. Laten we het hier even gebruiken. Maar dit is eigenlijk echt zo leuk, want hierdoor ga ik dus ook gewoon nieuwe restaurants bij mij hier in de buurt ontdekken. Heel benieuwd. Ja. Dit is geen knoflooksaus. Dit is een soort pittig yoghurtsausje. Heel benieuwd hiernaar. Zoveel smaak. Het is echt een soort blauwdeeghapje. Oh my god. Ik kan nu denk ik wel 3-4 dagen van eten. Nee. Is dit wat zo stoer te doen? IJsland zit dan op te vergeten. Ah. Dit is 8 minuten lang. Let's dig in to the butter chicken. Het is ook niet te pittig, zeg maar. Het is spicy. Maar het is niet spicy dat je denkt, die garlic naan. Dit is niet normaal. Ik ga even een stukje afbreken. Oh, dit ruikt zo goed. Dit ruikt zo goed. Oké, laten we het hier in dippen. Eerst gewoon even de saus. Sorry, maar nee. Dit is mijn nieuwe lievelingseten. Dit is lekker. Ik heb nog nooit zulke lekker op. En dat meen ik. Het is gewoon niet normaal. Die saus alleen al. Ik ga een kip lekker erbij doen. Oh my god, ik ben zo jaloers op mezelf. Oh. Niet normaal mals. Dit is zo lekker. Ik heb echt nog nooit zo goed op. Ik snap echt waarom deze. Ja, deze krijgt voor mij gewoon nu al
Het staat nu 5-0. Gewoon nu al. Deze smaken zijn echt bizar. Ah. Het is gewoon... Sorry, maar dit is echt een uitvinding. Ik ga hier veel te vaak bestellen, ik weet het nu al. Oh, zo blij. Ik vind dit echt de leukste video die ik tot nu toe ooit heb gemaakt. Want het is zo verrassing hoe goed dit heeft uitgepakt. Kon niet beter, mensen. Ik moet nu niet zo helemaal gaan volvreten met dit. Want ik moet ook nog die pokeball proeven. Waar die me echt totaal niet aanstaat. Oké, jongens, let me know. Nee, ik moet gewoon even nog één hapje van die butter chicken. Want ik kan het gewoon niet met rust laten. Het is zo lekker. Jullie moeten mij echt wel weten hoe dit vaak moet doen. Ook al weet je het niet, ik ga het wel doen. Wauw. Wauw. Dan die pokeball. Nou, die staat me echt totaal niet aan. Vooral niet omdat het met zalm is. Ja, misschien stel ik me echt heel erg aan nu. Maar als je reviews leest, word je helemaal bang. Ik weet gewoon dat dit waarschijnlijk wel oké is. Maar ik weet gewoon dat die butter chicken duizend keer lekkerder is. Dat weet ik gewoon nu al. Beetje chili mayo. Weet je. Altijd goed. En een beetje soy sauce. Ik heb natuurlijk wel nog die mochi. Volgens mij zeg ik dus de hele tijd slechts bezorgd en best bezorgd. Maar het is natuurlijk best en slechts beoordeeld, niet bezorgd. Nou ja. Oh, ik zie hier de halve avocado. Nou ja, het is helemaal geen halve avocado. Ik zie hier de avocado. Dus ik ga even kijken of die niet hard is. Nee, hij is super zacht. Nou, misschien heb ik wel gewoon heel erg geluk vandaag, want het was er ook op tijd. Even een lekker hapje maken. Heel benieuwd. Die zalm ruikt goed. Dus. Hartstikke lekker. Maar. Dit is natuurlijk meer een soort salade. Oh, die zalm is wel heel lekker hoor. Echt mals. Echt lekker. Oh, lekker die bosui. Oh, het valt me zo mee. Het stond me zo niet aan om dit te eten. Ben je zo blij mee? Waar is de rijst dan? Oh, hier is de rijst. Is dit brown? Eww. Dit is geen brown rice. Dit is gewoon ongekookte sushi rijst of zo. Je gaat... Dit is... Hele oude, vieze, taaie sushi rijst. Hoe kan het nou weer? Hebben ze gewoon restjes gegeven? Nou, dit vind ik echt niet oké. Dan maar een beetje sla. De toppings... Zijn we oké. De sla ook. I'm sorry, die rijst. Nee, man. Nee. Het heeft het meteen onsmakelijk gemaakt. Het is echt van die muffe, oude, harde, droge rijst. En er zit dus een sausje op. Maar dit is toch geen brown rice, jongens? Of ben ik nou helemaal gek? Het is zo hard. Alsof het gewoon niet is gekookt. En gewoon 1 minuut. Ik denk dat ze de verkeerde rijst in hebben gedaan, want... Dat las ik in de reviews dus ook. Maar die zalm is wel lekker. Nu begin ik helemaal te twijfelen over alles. Ja, het andere is veel lekker. Oké. Ik geef dit. De toppings geef ik een 6. De rijst geef ik een 1. Dus ik geef het 2,5 ster. Lager als op thuis bezorgd. Die rijst is echt gewoon echt heel vies en oud. En gewoon... Taai en gewoon niet vers. Je wilt er gewoon lekker warme, verse rijst. Het is gewoon alsof het gewoon al 2 dagen koud ligt te lijden ergens. Misschien als je het met sla doet, is het beter. Maar nee, dit niet. Dit heeft me echt tegengesteld. Ik dacht, wat kan er nou weer fout gaan aan een pokeball? Veel. Ten eerste wilde ik al mijn frituurde kip en die zat er niet eens bij. Nou, en dit is echt boven verwachting. Boven verwachting. Ik vind dit echt niet normaal. Dit is zo goed. Dit is ook heel lekker, die vorige gerechtjes. Ook een aanrader. Woon je hier in de buurt? Misschien zit dit ook wel ergens anders. Ik zou het eigenlijk niet weten. Dan zou ik het lekker bestellen. Beezer. Ik heb eens een keer geprobeerd zelf te maken. Maar dat lukt dan weer niet. Lukt wel, maar dat had niet zo'n smaak.
Die kip is zo mals. Dat naan is ook heel lekker. Maar ik kan er makkelijk met twee van eten hoor. 35 euro. Voorgerechten, echt veel. Een hele naan en een hele bak kip. Dat is, valt best mee op zich. Een brood is heel lekker. Je had ook met kaas dus. Echt gewoon normaal. En hoe duur was die pokeball? 14 euro of zo. Nou, ik zit zo vol. Ik ga nog een toetje erbij pakken. Ik word zo teleurgesteld als deze niet lekker is. Want dit vind ik zo lekker altijd. Oh my god, hij is ook helemaal zacht. Ik moest in de vriezer niet in de koelkast. Oké, nou, laten we het alsnog proberen. Deze is heel goed. Ja. Heel goed. Er zit best wel veel ijs in. En hij heeft een kokos buitenkantje. Dat is ook wel lekker. Nee, deze is gewoon een 7. 1,5. 7,5. Ik moet dit nog een cijfer geven, hè. Dit geef ik echt 5 sterren. Dat kan voor mij, in mijn oogpunt, kan er niets beter. Bezorging, ja, was een kwartiertje te laat, 10 minuutjes. Nou, dat gebeurt wel vaker. Vooral rond het etenstijd. Die saus, die kip. Dit laat alleen maar, dit laat dus zien dat thuisbezorgd gelijk is en betrouwbaar is. Ik vind uiteindelijk, ja, logisch. De best beoordeelde heeft ook gewonnen. Ik vond deze challenge heel erg leuk. Even een andere soort mukbang als normaal. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Let me know. Of als je nog andere ideeën hebt wat ik kan doen. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet me zeker niet te supporten. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei! Yes, I'll be on my way now.